Hallo, goedemorgen. Het is... Ik ben door de vakantie echt de hele dagen kwijt. Dinsdag. Het is dinsdag vandaag. En ik was vanochtend echt super, super brak. Ik denk toch dat de vermoeidheid er een beetje uit is gekomen. Ik kon niet bed uitkomen en ik heb ook weer slecht geslapen eigenlijk. Ik werd heel vroeg wakker. Maar nu dat ik weer lekker veel aan het eten ben, gaat het weer wat beter. Crackertjes, volkoren crackertjes, pindakaas, mijn favoriet. Havermout, wat heb ik nog meer gegeten? Oh ja, Bart had quinoa met amandelmelk op bed gebracht. Echt super lief. En nu begin ik eindelijk een beetje tot leven te komen. En vanmiddag ga ik met Bart naar een gesprek met de verloskundige. En dat is een informatieconsult. Waarbij ze alles gaan uitleggen over waarom je voor een combinatietest of een NIP-test zou moeten gaan. Wat daar goed aan is, wat voor risico's het uitsluit of jou juist vertelt enzovoorts. Dus daar gaan we straks alles over horen. En we hebben eigenlijk al besloten dat we die NIP-test willen. Gewoon, ja. Het is alleen maar door middel van extra bloed afnemen. Dus ik zie eigenlijk geen reden waarom ik het niet zou doen. Maar daar gaan we straks alles even over horen. We zijn onderweg naar het gesprek met de verloskundige over de NIP-test. Jola die zit gezellig mee. Die kan dan even in de wachtkamer wachten. Wordt en Bart ook. Natuurlijk. Hè, de papa, die moet ook mee beslissen. Oh ja. Weet je wat we ook nog even moeten vragen? Ja. Van dat harde geluid. Ja, van die bas. Die veel te hard stond. Dat geen kwaad kan. Inderdaad, veel te hard stond. Zo, let's go. Zo, nou het was echt een heel nuttig gesprek. We wisten wel al bijna alles. Maar we hebben besloten om de NIP-test te doen. Dat doen we omdat die eigenlijk nog meer zekerheid geeft dan een combinatietest. En dat doen ze alleen maar door bloed af te nemen. Dat gaan ze over 2 weken doen. Na de 12-weken echo. En dan horen we binnen 10 dagen of alles goed is. Of dat er bijzonderheden zijn gevonden in het DNA. Ja. DNA van de baby? DNA van mijn placenta. Daar kunnen ze dan in zien of er eventueel kans is op afwijkingen voor Down-syndroom of andere syndromen. Ik heb 2 versies van die NIP-test. Eentje dan checken ze er volgens mij 20. Of ze checken ze alle 46. En we hebben ervoor gekozen om ze alle 46 te checken. Ja, de nevenactiviteiten. Ja, wat meer duidelijkheid hebben. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat als je iets ziet erin, dat je daar ook heel erg onzeker van kan worden. En dat je dan heel erg ongerust bent. Dus dat is een afweging die je moet maken voor jezelf. Maar wij hebben besloten om het wel allemaal te willen weten. Ja, want als het wel helemaal goed is, dan weet je dat ook gelijk. En dan ben je gewoon gerustgesteld. Ja, en als het niet goed is, ja, dan kom je er anders toch later wel achter. En dan ga je je alsmaar druk maken. Maar dat is onze mening. Ja. Oh ja, en we hebben ook nog even meteen gevraagd van het geluid op het festival. Dat is dus inderdaad... Het is dus echt niet zo heel erg handig om echt heel lang in harde geluid bassen te gaan staan. Daar wordt het, ze zei, daar wordt de baby inderdaad niet zo blij van. Ja, dus dat, dat is nog te overzien. Niet leuk voor hem of haar. Ja. Maar schade loopt het in ieder geval nog niet. Waarschijnlijk niet op. Maar we gaan wel op Ibiza echt even wat dingen met elkaar nog afspreken erover. Want gaat wel voorkomen. Dit gaat natuurlijk voor een beetje leuk naar muziek luisteren. Ja. Hamsteren. Hallo hamstertjes. Oké, we gaan op zoek naar alles voor het gerechtje met broccoli. Oh ja, neem maar mee. Tweede gratis, dus doe maar 2. 2 paprika punt zakjes. Ja. Dat is geen paprika, dat is peper. We gaan deze ook een keer proberen. Sandwich bread. Dat vond ik vroeger heel lekker. Ik ben benieuwd of Jola het ook lekker vindt. Er zit wel wat suiker in, maar ja, het is wel in ieder geval vleesvrij en suikervrij. Jola past er gewoon nog steeds in. Ik heb wel een idee als we avond gaan eten. Ja, ik weet wel wat we avond gaan eten. Wat dan? Spaghetti met broccoli. En allerlei lekkere dingen erheen. Het is echt een heel lekker recept uit een boek. Broccoli. Broccoli surprise.
Dit gerecht heb ik uit een boek van de Beep, Plant Power. En ik ben wat boeken aan het uitproberen van de Beep. En ja, dan als ik een boek echt goed vind, dan koop ik hem. Dus ik ga even wat gerechtjes uitproberen. Hallo, welkom bij Jova Vet Gemeut. Ik ga vandaag slijm maken. Fluffy slijm. Dus zacht. Oh, no. Dus het gaat niet helemaal volgens planning. Maar ik denk dat ze één lijmtube erin had moeten doen in plaats van twee. En ik denk dat ze meer schuim hadden moeten gebruiken. Ik weet het ook niet precies, ik ben ook geen kenner. Maar we gaan het nu heel even laten rusten. Misschien dat het dan straks harder is geworden. En zo niet, dan is hij mislukt. Ik ga in ieder geval even verder met koken. Lekker. Heb je het al geproefd? Ja, zelfs. En Jola die wilde heel graag toch haar slijm afmaken. Ja. Dus wat gaan we halen? Lenzenvloeistof. Lenzenvloeistof halen. Beter. Er zitten inmiddels 5 doppen wasmiddel in. Deze. En hij wordt nu steeds harder. Ja, zie je, hij gaat ook steeds makkelijker van je handen. Terwijl Jola haar slijm afmaakt, ga ik even een overnight havermout klaarmaken voor morgenochtend. Want dan ga ik vliegen naar Corfu. En ik moet dus vroeg opstaan. De wekker gaat om 4:30. Oh, dus no. Wat ik wil is natuurlijk wel even goed ontbijten. Want ik heb nog steeds heel erg veel last van dat ik in de ochtend echt verzadigd moet zijn door de zwangerschap. Dus ik ga even een overnight havermout klaarzetten. Dat is altijd super handig wanneer je haast hebt en je wil echt even snel iets eten. Dan doe ik dus havermout in een kommetje met amandelmelk. En nog wat andere dingetjes erbij. En dat zet ik dan in de koelkast. En dan morgenochtend is het helemaal klaar. 50 gram havermout. 200 milliliter amandelmelk. En dan nog wat kaneel. En dan in de ochtend doe ik er meestal nog wat fruit bij. Nou, we moeten hem toch nog harder kunnen krijgen. Op een ja, laat staan. Nou, het slijmverhaal wordt vervolgd. Hij is nog niet perfect namelijk. Lisa gaat nu slapen. Die moet morgen vliegen. Die moet tijd slapen. Dank jullie wel. Geef een duimpje omhoog en abonneer je beneden.